mij is gevraagd om de vlog te maken voor Kantoor de Twerm in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ben Michel Stoops van Logistic Force Tilburg. Met die vraag in het achterhoofd denk ik, nou, wat is nou eigenlijk de definitie van het MVO? Dat heb ik eens opgezocht. En dan leren wij dat een bedrijf zich bewust moet zijn van de impact op mens en milieu. En daar een goede balans in zien te vinden. Nou, in ons uitzendbedrijf zijn wij er vooral voor de mens. Hè? Want wij willen als Logistic Force de HR-dienstverlener zijn op alle fronten. Dus we willen het zoeken naar werk en het opleiden van de mensen in de logistiek. Maar dat kunnen wij niet alleen. En ik ben in mijn netwerk ben ik dus de Kantoor de Twerm tegengekomen. En Kantoor de Twerm heeft in haar kernwaarde ook staan dat zij geloven in de mensen, in een samenleving waar iedereen dat toe doet. Nou, wij dus ook. En ja, samen ben je sterk. Vandaar dat ik ook zelf lid ben geworden van de Raad van Advies. En al vele jaren meedoe met de beursvloer. Om voor die samenleving dan iets te kunnen betekenen. Daarom vind ik ook zo mooi dat dus Marieke van der Lisdonk mij heeft genomineerd hiervoor. Want dat is een heel mooi voorbeeld hoe wij samen dus die olievlek kunnen vergroten. Om voor de samenleving, en dan zeker met de focus even op Tilburg en omgeving, om daar iets aan te doen samen met de ondernemers. Ik ben ook zeer benieuwd hoe het bedrijf Goed Beter Bertens hier aan mee kan dragen. Want ook zij zijn lid en ja... Daarom wil ik Olaf Meeges graag nomineren voor de volgende vlog. Olaf, succes en ik zie de vlog tegemoet. Dank u wel.